Het is een stuk geluk hebben, hè, in feite. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, vind ik. Het is een spelletje, hè. En Harmonie heeft nou 1000 gulden gekregen. Dus. Harmonie heeft 1000 gulden. Het had slechter kunnen zijn met 100 gulden. Hans en Marijke, jullie hebben 1 ronde doorleefd, 300 gulden. Je hebt er 1 verloren. Opgeteld 300 en 200 is 500 gulden. Het gaat razendsnel, maar je kan hier dus nog een behoorlijke prijs uithalen. Daar gaan we. Wat wordt de inzet? Dat is 500, hè? 500 heb je in totaal, ja. 300 gulden lager. 300 gulden lager is meer. Honderd gulden en hoger. 100 gulden hoger. Wat wordt de inzet? 500 hoger. Ja. 500 hoger. Binnen! Ja! Maar wij. Nee hoor. 1000 lagen. 34 is gevaarlijke kruis. 1000 lagen, ja? 800 lagen. 1000 lagen! Ja, akkoord? Ja, het doet mee. Zeg maar. 800 lagen. Die de bal gaat draaien, 2000 gulden heb je. Ga je spelen, bij alles kan je alles verliezen, bij niet spelen. Zeg het nu, nu! Laten we hopen. Spelen niet mee. Spelen niet. Nee. Ja, het is 4, nummer 4. Kun je best of nu, op. Nu. 4, oh, ja. Alles hoger natuurlijk. Ja, alles hoger. Alles hoger, ja natuurlijk, jongens, de bal. Alles hoger. Alles hoger, hoger dan 4. Wat is het? Ontzettend jongens, 4000 gulden, dat is mooi. Ja, kom nog een keer terug als je getrouwd bent. Oké, mag je houden. Alright, Hans van Rijken. Jawel! 2, 15, 23, 32, 33, 38. Weerskoppel 33 in de zaal. Zijn al weg, dan gaan we spelen voor jullie. Om een prijs die je zo mee kunt nemen. Het is een symbool. En het bestaat uit, je zal het Els direct zien geven. Het symbool dat je krijgt is, even kijken, die kaartjes waren weg. Ja hoor. Moet ik ook altijd maar afwachten wat er staat. Oh ja, het gaat om knikkers. Of om het spel. De speeldoos hoort erbij. Wat doe je? Je kan het zo meenemen met wat erachter staat of speel je in de bonus? Als we het zo meenemen, dan spelen we de volgende ronde mee, hè? Ja, je zit sowieso al in de volgende ronde, altijd. Ook als je het niet meeneemt of wel meeneemt. Nou, dat mag jij eens beslissen. Dan spelen we. Dan laat ik even zien wat je niet had. Er hoorde bij een heleboel spellen. Zeeslag, 4 op een rij, flipper en ga maar door. Dus dat is een mazzeltje. Je gaat spelen om het ongelofelijke circus. Kijk eens aan. De Willem Ruis videoset. Ja, het is niet te geloven. Kleurentelevisie, elektronische camera, draagbare videoset. Cassette van de Lotto Show hoort erbij. Waarde 8750 gulden. Ja, kom maar hoor. 8750 gulden. De vraag die we stellen, het is een percentagevraag, is wat dient volgens Nederlanders het schoonst te zijn? Wat dient volgens Nederlanders het schoonst te zijn? Keuken, het toilet. Hé, hey, we missen er een. De witte was, die komt daarna. Vloerkleed. Het vloerkleed komt ook. En het totaal moet 100 zijn. We missen er één, die kan ik gewoon zelf zeggen, omdat ik ze hier ook heb staan. Dat is namelijk het toilet, hebben we even goed kijken. De keuken, het toilet, de witte was. Het vloerkleed missen we. Het vloerkleed. Het gebit zit er niet in. Oh, het gebit zit er niet. Het gebit zit er niet in, zei ze. Nou, het gebit. Daar is hij al. Het toilet. Zeiden ze vroeger altijd, deden ze vroeger ook. Als ze ergens op visite gingen, gingen ze speciaal naar de wc om te kijken hoe de huisvrouw was. Oh ja? Dat hebben ze mij vroeger verteld. Ja? Dus het toilet. Nou, dat zou kunnen. Mag ik zien het toilet? Het toilet is 58. Wat vervolgens? Het gebit. Mag ik zien het gebit? In de keuken. Het gebit, mag ik dat zien? Jawel, die is erbij. Vervolgens, we gaan heel spannend op weg naar een videoset. De keuken. Ja, de keuken. Mag ik zien de keuken? En dan de witte was. Jongens, het wordt het vloerkleed of de witte was. Wat dienen ze? Wat is het belangrijkste? Wat moet het schoonst zijn? Witte was. De witte was. Zeggen ze. Witte was, hè?
Ja. Zeg het, witte hè? Was. Ik vind het zelf niet belangrijk. Ik weet niks. Witte was. Ik vind het ook niet zo belangrijk zelf, nee. Mag ik zien de witte was? Ja! Dat is hem, uitstekend. Jawel, de 100% is dit. En jullie winnen. Fantastisch. Oké, dan komen we aan. De volgende, want nou gaat het gebeuren, hè. De laatste, hou hem vast. Hou hem vast, hè. Jawel. Rinus en Ditsy, ga zitten. Albert gaat dit bordje een beetje omhoog. Daar hoor ik steeds dingen over. Hallo, Rinus en Ditsy. Voel je lekker? Zuiver een klein stukje op. Dag nu. Ga je lekker? Ja, blij, hè? Heerlijk. Ja, het is prachtig, hoor. Je zegt ook de eerste cassette erbij van deze show. We hebben nog niet zo'n nou, kijk eens aan. Prachtig. Hé, hey, jongens, kom je vandaan? Putten. Putten? Gelderland. Waar ligt dat? Oh, Gelderland. Putten uit Gelderland. Ja. Jullie zijn getrouwd. Wat zijn jullie van elkaar? Ja, getrouwd. Ja? Ja. Wil je even inkomen hier? Even lekker met z'n tweeën vertel ik een verhaaltje. Vind je het goed? Ja. Dat je gewoon even gezellig... Wil je wat drinken? Nou ja. Nee? Als laat je het komen voor je, dat je het gemak voelt. Dit is Rinus. Oké, okay, nou, ik wil wat zeggen. Nou, ik zat... Heb jij wel eens het gevoel dat je terug wil kijken in je leven af en toe naar vroeger, naar dromen? Heb je dat wel eens? Nee. Nee? Nooit? Nee. Ik heb het vaak. Ik weet ook niet, want de laatste tijd heb ik vaak dat ik wil dromen. En het programma vind ik, een televisieprogramma, daar kan het bij uitstek mee. Daar kun je dromen, want dromen kun je creëren. Vorige keer heb ik een droom gecreëerd van Evita. En ik dacht, het zou best leuk zijn eigenlijk om een televisieprogramma te maken dat altijd eindigde met een droom. En ik kwam op het idee omdat ik in zo'n jaarboek zat te kijken, met al die foto's. En opeens zag ik 1 februari 1953. Het is heel, heel gek. Je wist, als je die plaatjes dan ziet, dan weet je meteen waar je was. Het was de watersnoodramp, 1 februari 1953. En ik weet dat ik bij mijn moeder op schoot zat. 'S Avonds om 8 uur. Het was de eerste ramp die ik als kind meemaakte, omdat ik net na de oorlog ben geboren. En het punt dat er zoveel mensen in dat water zaten, dat vond je heel naar. Het gekke was, daardoor herinnerde ik mij, omdat mijn vader bij de brandweer is en was eigenlijk, dat we die dag op de eerste zondag van de maand niet naar Tuschinski waren geweest. Want één keer in de maand, op zondagmiddag, mocht mijn moeder niet mee, gingen mijn vader en ik naar Tuschinski als twee grote jongens, stappen in Amsterdam. En dan liet hij me altijd films van Marilyn Monroe zien. Ik weet eigenlijk niet waarom of hij dat deed, maar... Oh. Maar in ieder geval, het was wel de derde keer begrepen. Ik was verliefd op Marilyn Monroe geworden. En ik had eigenlijk altijd maar één droom. Ik wou dat ze uit de doek kwam. En dat ze naast je ging zitten. En dat vond ik het mooiste. En dan denk ik, in een televisieprogramma kun je alles doen. En doe je gewoon je vinger zo. En dan knip je en dan komt Tuschinski. Tuschinski, en dan naar binnen lopen, de hal in en dan op afstand al dat prachtige orgel horen. Daar begon het mee op die zondagmiddag. Je broodje ham, je zak friet met mayonaise, het orgel, de duiven. En samen met je vader in Amsterdam, in de mooiste bioscoop ter wereld, Tuschinski. Alleen die cashier, daar had ik een hekel aan, ik weet niet waarom. Mensen keken altijd zo boos, nors naar je. Omdat je vieze voeten had waarschijnlijk. En dat prachtige tapijt in al die kleuren, door jouw voeten bevuild zou worden en dat moest zij dan waarschijnlijk schoonmaken. Nee, geef mij de portier maar, dat was eens een man. Ik heb eigenlijk altijd portier willen worden. Mooie gouden tressen. En dan die kaarten die uit je handen pakte, heel verzorgd afscheurde. En dan konden we naar binnen. Maar eerst nog even kijken naar de foto's van de film. Het waren altijd foto's van Marilyn Monroe. Mijn vader nam me altijd mee naar dat soort films. Ik begreep eigenlijk nooit waarom. Later wel, bij de derde film heb ik het begrepen. Want toen was ik verliefd op haar. Wat was ik verliefd op Marilyn Monroe? Ik hoopte eigenlijk altijd maar één ding. Dat ze naast me zou komen zitten. Zodat we samen naar die film konden kijken. Een droom van een jongetje.